Welkom bij Spellenzolder. Leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Sixth Sense, uitgegeven door Jumbo. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je ongeveer een half uurtje mee zoet bent. En dit is een mix tussen een slagenspel en boerenbridge, crazy bridge. Waarbij je aan de ene kant moet raden hoeveel van de slagen je gaat halen voordat de ronde begint. En aan de andere kant dat daadwerkelijk moet zien te realiseren. Er wordt leuk gemixt doordat verschillende kaarten speciale eigenschappen toevoegen aan de slagen. Waardoor je het een en ander kan manipuleren slash in de war schoppen. Degene die na een x-aantal rondes de meeste punten heeft weten te behalen, wordt de winnaar. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Het spel is bedacht door Robert Brouwer en wij krijgen de spelregels in verschillende talen, waaronder ook het Nederlands, met duidelijke uitleg, voorbeelden erbij, simpel om doorheen te lezen. En op de achterkant als je Frans leuk vindt. En we krijgen natuurlijk de kaarten zelf, waarmee we gaan strijden. 5 verschillende kleuren, waarden 0 tot en met 14, waarbij een aantal kaarten speciale eigenschappen hebben, die je soms al een beetje verstopt ziet in de verschillende kaarten. Maar dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan spelen. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers. Elke speler krijgt een starthand van een x-aantal kaarten, afhankelijk van de hoeveelheid spelers. In mijn voorbeeld zijn dat er 14. De resterende kaarten leggen we gesloten apart en de bovenste kaart wordt opengelegd en dat is de troefkleur. We gaan een aantal rondes spelen. Ook dat is afhankelijk van de hoeveelheid spelers. In mijn voorbeeld 6 rondes met een 3-spelerspel. En elke ronde heb je de gelegenheid om punten te scoren. Aan het begin van de ronde ga je raden hoeveel slagen je haalt. En als je dat goed hebt, dan zijn dat jouw overwinningspunten. Zit je daarnaast, krijg je echte strafpunten. Maar zo zetten we hem op. Laten we snel maar eens een potje gaan spelen. Aan het begin van elke ronde gaat elke speler aan de hand van de kaarten die zij hebben beslissen hoeveel slagen ze denken te gaan halen. Zoals ik al zei, er zijn in totaal 5 verschillende kleuren en de waarden zijn variërend van 0 tot en met 14. Waarbij 14 de hoogste is en 0 het laagste. En aan het begin moet je dus gokken hoeveel slagen denk je te gaan winnen. Groen is de troef, dus dat is een kleur die is sterker dan alle andere kleuren. Dus als je die in een slag speelt, win je daarmee standaard de slag, ongeacht de waarde. Tenzij er meerdere troef zijn en dan gaan we weer kijken naar de hoogste kaart. Maar ik heb bijvoorbeeld een 13, dit is een bijzondere, dit is een 6 of een 9. Ik heb hier een 10, ik heb 4 troeven. Het ziet er niet heel goed uit. Ik denk dat ik hier 3 slagen mee kan halen. Hier een slag en hier een slag, dus ik denk dat ik 5 slagen ga halen. Het verschil met Crazy Bridge, Boerenbridge, is het aantal slagen wat je gaat winnen, moet je aangeven met één van de kaarten uit je hand. Dus in dit geval denk ik 5 slagen te gaan winnen. Nou heb ik toevallig een 5, dus dan kan ik die mooi gebruiken om dat aantal aan te geven. Denk ik dat ik 5 slagen ga halen, maar heb ik geen 5 op handen, dan moet ik dus kiezen. Ga ik misschien dan maar voor 4 slagen of voor 6. Dit is, zoals ik al zei, een 6 en een 9. Ook als je deze kaart gebruikt om het aantal slagen mee te raden, mag je hem na afloop inzetten als ofwel een 6 ofwel een 9. Dus die is wat veelzijdiger. Maar ik heb toevallig een 5, dus die leg ik gesloten voor me neer. En dat is het aantal slagen wat ik denk te gaan halen. De andere spelers doen hetzelfde. Die kiezen 1 kaart. En dat is het aantal slagen wat zij denken te gaan halen. En dan gaat de ronde beginnen. Je wijst willekeurig een startspeler aan en die gaat elke ronde met de klok mee. Het werkt op het basisprincipe, ik leg hem eventjes open, van het slagenspel. Je moet kleur bekennen als je de kleur hebt die gespeeld wordt. En als je die kleur niet hebt, mag je een kaart naar keuze erbij gooien. Zodra iedereen 1 kaart heeft neergelegd, gaan we kijken of er troef gespeeld is. In dit geval is dat groen en dan wint de hoogste kaart in de kleur groen. Is er geen troef gespeeld, dan wint de hoogste kaart gespeeld in de kleur die gevraagd werd. Laten we zeggen dat ik bijvoorbeeld zeg, ik speel mijn rode 1. Dat betekent dat als je rode kaart op handen hebt, en dat heeft Googly Eyes, dan moet hij er eentje spelen. Die kiest bijvoorbeeld ervoor om de 14 te spelen. En Army Guy hetzelfde. Heeft hij een rode kaart, dan moet hij hem spelen. Dus die legt er een 2 bij. Nou, er is geen troef gespeeld. Dus
Daar hoeven we niet te kijken. Dan is het rood de kleur die dominant is. En de hoogste rode kaart wint. Dus deze slag gaat naar Googly Eyes. Dat is gewoon het basisconcept van het slagerspel. Niks bijzonders daar. Maar er zijn een aantal kaarten die bijzondere eigenschappen hebben. Zo hebben we de 0. De 0 kun je op twee manieren spelen. Je kunt hem spelen als een 0 in de kleur die die heeft. Of je kunt hem gebruiken om een andere kaart te vernietigen. Dat wil zeggen, als we even teruggaan naar het voorbeeld wat we net hadden. We hebben een 1 en we hebben een 14. Army Guy had de rode 0. Dan kan hij hem erbij leggen als een 0. Dan wint de 14. Of hij kan zeggen, ik vernietig jouw 14. Die kaarten worden uit het spel verwijderd. En dan blijft in een 3-spelerspel er nog 1 kaart over. En dat is dan automatisch de winnaar. Dus dat is wat de 0 kan doen. De volgende bijzondere kaart die we tegenkomen is de 4. De 4, zoals jullie zien, daar zitten pijltjes omheen. Als er een 4 gespeeld wordt in een slag, dan wint de laagste kaart. En dat gaat zelfs zo ver dat als er bijvoorbeeld groen gevraagd wordt en jij speelt een andere kleur dan groen, dan ga jij daar automatisch mee winnen, omdat dat automatisch de laagste kaart is. Spelregels hebben daar een simpel, doch effectief voorbeeld van. De startspeler heeft een 10 gespeeld in de kleur troef. De volgende speler speelt een 4. En dan worden er 2 enen gespeeld. Er wordt troef gevraagd. Niemand heeft dat blijkbaar. Maar de laagste kaart wint. Nou, troef 10 is de hoogste kaart. Dat is ook de kleur die gevraagd wordt. En dit zijn alle 3 kleuren die niet gevraagd zijn. Dus dat zijn lagere kaarten. Dan gaan we kijken wie heeft de laagste kaart gespeeld. 2 enen. En als dat gelijk is, kijken we wie de laatste 1 heeft gespeeld in de beurtvolgorde. En die wordt dan de winnaar van de slag. Dan hebben we de 6, 9. Die kun je dus spelen als een 6 of een 9. En op het moment dat je hem neerlegt, moet je dat aangeven. De 8. De 8 heeft een leuke eigenschap. Op het moment dat jij een 8 speelt, maar iemand anders wint de slag met jou achterin, dan mag jij de kaart bekijken van de winnaar. Dus bijvoorbeeld Googly Eyes speelt de 8. Ik win de slag met de 8. Dan mag Googly Eyes kijken hoeveel slagen ik dacht te gaan halen. Dus dat is een mooie manier om wat informatie te krijgen, zodat je weet of iemand sterk of slechtere kaarten heeft. En het laatste getal wat we tegenkomen wat bijzonder is, is de 12. Bij de 12 zie je een stippeltjeslijn. Als je een slag wint met de 12 erin, dan moet ik niet de 4 doen, want dat is een slecht voorbeeld. Dan mag je ervoor kiezen om de slag als 1 te tellen. Of je mag hem als 2 slagen tellen. Dus dat is de keuze die je mag maken op het moment dat je een slag wint met 1 of meer 12's daarin. Een ronde gaat door tot iedereen zijn hand leeg heeft gespeeld. Dan gaan we kijken wat voor voorspellingen iedereen gedaan heeft en hoe goed ze daarin zijn. Heb je precies zoveel slagen als dat je had voorspeld, dan krijg je dat aantal in punten. Heb je minder of meer slagen te pakken dan het getal, dan jouw voorspelling, dan krijg je voor elke wat je ernaast zit 1 strafpunt. Dus bijvoorbeeld Googly Eyes zegt, ik denk dat ik er 7 haal, die haalt er 8, krijgt hij 1 strafpunt. Zou die er 9 hebben gehaald, krijgt hij 2 strafpunten. Maar ook als hij lager zou zitten, hij heeft er maar 3 gehaald, zit hij er 4 naast, krijgt hij 4 strafpunten. Die scores worden opgeschreven, alle kaarten worden weer geschud, iedereen krijgt weer een starthand van 14. We leggen de troefkaart weer open en we gaan weer een voorspelling doen en 13 slagen spelen. En zo spelen we een x aantal rondes, in mijn 3 spelen voorbeeld 6. En degene die aan het einde van de 6e ronde de meeste punten heeft, of als dat heel slecht is gegaan, de minste strafpunten, wordt de winnaar van Sixth Sense. En zo wordt het spel gespeeld. Sixth Sense combineert 2 mechanismes in het kaartspel die ik persoonlijk heel erg leuk vind. Het slagenspel, wat toegankelijk is, maar tegelijkertijd ook stiekem best wel wat tactiek met zich meebrengt. Zeker voor de geoefende kaartspeler. En Crazy Bridge, de voorspelling die je aan de voorzijde moet doen aan de hand van jouw kaarten en een beetje een inschatting van de andere spelers, hoeveel slagen je gaat halen. En wat ik leuk vind zijn de twists, de veranderingen die dit spel daaraan toevoegt. En in dit geval krijg je niet te horen wat voor voorspellingen de andere spelers hebben. Dus je hebt niet het idee of iemand een goede of slechte hand heeft. En tegelijkertijd word je beperkt door de kaarten die je op handen hebt. Want één van die kaarten zul je uit je hand moeten halen, want dat is de kaart waarmee je jouw voorspelling gaat doen. En als je dus denkt dat je een sterke hand hebt, maar niet boven de 8 uitkomt, maar je hebt geen 8's, maar ook geen 7's en ook geen 9's,
Ja, wat voor kaart ga je dan neerleggen en hoe ga je die ronde dan spelen? Dus aan de voorkant ben je alweer meer aan het puzzelen. Hoe kan ik mijn voorspelling realiseren en hoe kan ik daar dankbaar gebruik maken van de kaarten in mijn hand? Dus dat vind ik een tof mechanisme. En dan als je gaat spelen, de 5 verschillende kaarten die het spel manipuleren. Waarbij de 8 en de 6/9 niet zo'n hele zware impact hebben. Maar bijvoorbeeld een 12 kan zorgen dat je net die extra slag krijgt die je op een ander getal misgelopen bent. Omdat je daarvoor kan kiezen. En de 4 kan ervoor zorgen dat iemand die denkt het te gaan halen, opeens met zijn hoge kaart de slag gaat verliezen. En waardoor jij misschien naar je toe kan trekken of bij iemand anders in zijn mik kan splitsen. En tot slot de 0 die je kunt inzetten om in ieder geval de slag voor jezelf te verliezen. Maar die je ook kan gebruiken om een andere kaart in een slag te vernietigen. Waardoor je ook andere mensen weer dwars kan zitten en hun voorspellingen kan ontwrichten. Eenvoudige mechanismes die ik makkelijk vind om te implementeren, maar die het spel fantastisch uitdagend maken. Zoals ik al zei, ik ben een groot fan van Crazy Bridge en ik vind slagen spelen, toepen, heel erg leuk. En ik vind slagen spelen, toepen, hard jagen, klaverjassen, vind ik erg gaaf. En Sixth Sense brengt die twee elementen bij elkaar in een wat mij betreft uitstekende vorm. Fris, door deze voorspelling, net even op een andere manier, zonder de kennis naar de andere spelers te geven direct. En uitdagend, doordat je tijdens het spel de slagen kan manipuleren. Het is niet alleen maar de getallen die bepalen wat je gaat doen met de troefkleur die nog sterker is. Maar het zijn ook de speciale eigenschappen van een aantal kaarten die je de mogelijkheid geven om het spel nog meer te manipuleren. Of in sommige gevallen natuurlijk ook gemanipuleerd te worden. Dus dat vind ik een heel sterk eigenschap. En dat maakt dat ik Sixth Sense met heel veel plezier op tafel leg. Spelers die houden van Piratenbridge, die kan ik van harte aanraden om Sixth Sense een keer op te pakken. Daar ga je minstens net zoveel plezier uit halen, maar op net weer een andere manier. En dat zorgt er ook voor dat deze gewoon op zijn eigen twee benen staat. En gewoon een hele leuke variant is op een klassieke vorm van kaartspellen. Die mij bijzonder goed aanspreekt en dat maakt dat ik Sixth Sense een erg goed spel vind en daarom een dikke 8 heb gegeven. Spellen Zolder.